Ja, je zal het misschien wel een beetje raar vinden, maar volgens mij is het voor het eerst dat er een shoplog op To Women komt over kleding. Het is een beetje zo dat we niet zo heel goed weten wat er met de fashionkant moeten. Outfits komen nu op Live Life Gorgeous, maar favoriete kledingitems passen eigenlijk niet binnen de Dismantle Favorites van Live Life Gorgeous, maar weer binnen To Women. Dus soms is die verdeling een beetje lastig. Maar Live Life Gorgeous zit op dit moment een beetje vol met allerlei video's. Dus mijn shoplog kwam een beetje zo in het gedrang. En toen dacht ik, nou, laat het maar gewoon op To Women doen. Volgens mij vinden jullie dat ook leuk. Laat even weten wat je nou leuker vindt. Moeten shoplogs over kleding nou tegenwoordig op To Women komen? Of denk je, nou, maakt me niet zoveel uit. We horen het graag. Ik heb natuurlijk vakantie gehad een weekje. En toen heb ik lekker geshopt. En ik heb geshopt onder andere bij de Voorwinden. Dit is volgens mij een keten die alleen in Schravendeel en Oud-Beijerland zit. Het is een soort van, warenhuis. Kun je het een warenhuis noemen? Ik weet niet. In ieder geval een soort overdekt enorm centrum met allerlei soorten kleding. Echt van Only inderdaad. Bijvoorbeeld Only tot en met Tony Cohen. Zeg maar, zo moet je met je denken. Dus echt heel veel soorten merken hebben ze. Ook Mason Scotch en zo. Ze hebben een parfumerie. Het is echt een hele leuke winkel, vind ik. En ik kocht nu, na de feestdagen was ik alles in de sale. Dus er was 40 tot 50% korting. En ik zocht al de hele tijd eigenlijk een leuk paillettenjasje in een soort van rosé pailletten. Maar ik vond het eigenlijk allemaal te duur en alleen voor de feestdagen. Toen dacht ik, nou, ik koop nu gewoon vast voor volgend jaar. Dus ik kocht zo'n rosé paillettenjasje. En ja, het is echt wel mooi gemaakt. Hij was eigenlijk eerst oorspronkelijk €75. Maar nu was hij iets van €35. Dus dat scheelt wel echt een hele hoop. En dit is het jasje. Het is een beetje een kort getailleerd jasje. Je kunt hem ook vast doen. Een beetje, maar dat doe ik zelf nooit. En je moet wel een beetje uitkijken. Die pailletten die blijven wel eens achterhangen. Ja, ik kom nog bij de Voorwinden. Dat heb ik namelijk nu aan. Dus dat laat ik even zien. Dit is een leren rok van Dept. Ik zocht al heel lang een zwarte leren rok. Die was ooit bij Vanilla in de sale. Maar toen was ik zo stom om hem niet te kopen. En nu zag ik er eentje ook voor €70 voor €35. Dus deze kocht ik ook. En dat vind ik ideaal. Kan ik heel goed combineren met heel veel dingen. En verder ging ik naar de Primark. Op Zuidplein. Ik ben trouwens echt al dus een hele tijd niet meer naar de Primark gegaan. Jaren is een beetje overdreven. Maar ik kocht daar een aantal van die dingen zoals, even kijken, 5 paar sokken, weet je wel. Ja, dan loop je langs de kassa en dan word je weer verleid. En denk je, oh ja, voor €2 een paar sokken. En sokken heb je nooit genoeg van, dacht ik. Bij de Primark heb je ook van die soort van stretch skinny jeans. En ik vind het model niet fantastisch. Maar ik vind het toch handig om gewoon eventjes een broek voor erbij te hebben. En al gebruik ik hem trouwens om te schilderen, maakt mij niet uit. Ik heb er dus een zwarte van gekocht en deze donkerblauwe met een aantal van die naden erop. En ik ben er wel blij mee. Het is gewoon makkelijk. Het zijn maar €8 per stuk. Best wel goedkoop. Maar ik merk, laatst hou ik toch wel meer echt van kwaliteit kleding. Zeker als het in de sale is. Dus ik kocht, jawel. Bij Vanilla had ik al een truitje gekocht. Ik kon jullie laatst al zien. Zo'n taupe met olijfgroene bloemen. En nu was er een soort van versie met zwart en rood. En dan een beetje meer getekend. En die vond ik zo leuk dat ik dacht van, oh, dat is ook weer zo'n leuke top. En die was nu ook maar €40 in plaats van 65. Dacht ik, nou, daarvoor laat ik het niet liggen. En ik kreeg nog in het doosje thuis gestuurd, ik had het namelijk online besteld trouwens, een zakje met accessories erop. Dus ik ben benieuwd, want daar zit mijn riem in. Ik dacht, een riem kan ook nooit kwaad. En riem is altijd zo vreselijk duur, vind ik bij Vanilla. En nu hij was iets van €30, nu 15 of zoiets. Dus dat scheelt wel, het is gewoon een roze riem. Met een wit stiksel. Toen dacht ik, oh ja, en het is een beetje rosé-achtig goud wat hierop zit. Dus een riem, daar ben ik ook erg blij mee. Dan kan ik het weer mooi combineren. En dat was alles. Dus 2 broeken, een paar sokken, een shirtje, een leren rok, een jasje en een riem. En eigenlijk heb ik niet eens voor zoveel geld allemaal leuke nieuwe items bij elkaar geshopt. Jullie bedankt weer voor het kijken naar deze shoplog. Vond het leuk om er weer eens in op te nemen. Was al een tijdje geleden, denk ik. En abonneer je even op To Women als je niet geabonneerd bent. We zijn laatst de 10.000 gepasseerd trouwens. Dus dankjewel daarvoor. Echt super tof. En tot de volgende keer. Doei. This is the life.